We hebben gezien de afgelopen 40 jaar dat steeds wanneer er een regering aan de macht is waar de heer Boutersen een inbreng in heeft, dan wordt de zaak vertraagd en worden er allerlei ook grondwettelijke obstakels opgeworpen. Maar wanneer er een regering is die, waar Boutersen geen hand in heeft, dan zien we dat gelukkig steeds, en met name kunnen we zeggen ex-president Venetiaan en ook de huidige president Santokki steeds duidelijk hebben aangegeven dat zij vinden dat deze zaak zo snel mogelijk berecht moet worden en dat indien de daders wederom schuldig bevonden worden, de straffen ook ten uitvoer moeten worden gelegd. Misschien nog even een korte opmerking over wat we dan noemen de veiligheidssituatie rondom het een en ander. Gelukkig heb ik zondag in het programma Wel in Gelichte Kringen aan het eind de president horen zeggen dat de veiligheid in verband met het 8 december strafproces en de afwikkeling daarvan, dat hij die garandeert. En ik heb daar wel vertrouwen in, ja. Ik denk dat toch steeds meer, en dat is mijn eigen waarneming natuurlijk, dat steeds meer Surinamers in het algemeen, maar ook, laat me zeggen, aanhangers van de heer Boutersen in zijn groep zelf, steeds meer tot het inzicht komen dat deze zaak op een rechtsstatelijke wijze moet worden afgewikkeld. En dat is uiteraard niet alleen maar van belang voor de nabestaanden, maar evenzeer van belang voor de Republiek Suriname. Het feit dat het allemaal zo lang heeft geduurd, de hoofdoorzaak daarvan is dat de heer Boutersen vanaf 1982 door die moorden een schrikbewind heeft gevoerd in Suriname. De angst, en ik kan je zeggen, die zit er tot de dag van vandaag in. De angst bij burgers, bij autoriteiten. En dat is de enige of de hoofdreden waarom hij al die 40 jaar in de politiek in Suriname een belangrijke en soms zelfs een hoofdrol heeft kunnen spelen. Dat heeft de Surinaamse samenleving tot op het bot verdeeld. Tot in sportverenigingen. Tot in families, in vriendenkringen. Maar ook in instituten van de staat is er een tegenstelling ontstaan die onoverbrugbaar is. En dat heeft te maken met het feit, en ik hoop dat ik goed begrepen word, de heer Boutersen, alhoewel hij vindt dat hij onschuldig is en het Hof zal zich uitspreken, in de samenleving staat hij voor moord. Want hij heeft die moorden verdedigd. En moord is nou eenmaal iets, welk geloof je ook hebt, van welke politieke partij je ook bent, eigenlijk is elke burger ervan overtuigd dat moord niet goed is. En als je dan toch moord goed praat, dan ontstaat er een tegenstelling die niet te overbruggen is. Die kan je niet overbruggen, want daar kan geen compromis over gesloten worden. Partijen zullen elkaar daar nooit over kunnen vinden. Dat is onmogelijk. En die tegenstelling die is dus in stand gehouden omdat de heer Boutersen aan de macht is gebleven, aan de macht is kunnen komen en dat standpunt steeds verdedigd heeft. En een deel van de bevolking hem daarin gesteund heeft. Nou, dan heb je in de samenleving een antagonistische, noem ik het, tegenstelling. Het lijkt op een dubbel woord, maar eigenlijk is de juiste benaming een onoverbrugbare tegenstelling ontstaan. En die kan alleen maar opgeheven worden, en die zal uiteraard opgeheven worden op een bepaald moment, wanneer de antagonist, en in dit geval de heer Boutersen, geen invloed meer heeft. En dat kan natuurlijk dat hij een natuurlijke dood sterft, wat iedereen ooit zal overkomen, maar het kan ook dat hij gevangen gezet wordt en daardoor zijn rol, tussen aanhalingstekens, uitgespeeld is. En dan verzeker ik, Suriname krijgt een nieuwe horizon die mijlen verder reikt dan de horizon die we nu hebben. Ik denk dat veel mensen dan pas gaan beseffen hoe diepgaand de tegenstelling is die de heer Boutersen met deze moorden in de Surinaamse samenleving heeft veroorzaakt. We proeven er nu van, maar we gaan het dan pas echt beleven hoe groot die tegenstelling is geweest. En het zal een heil zijn voor de Republiek Suriname uiteraard
als die tegenstelling weg is uit de samenleving.